Oceaanroeier Ralf Tuin stopt met zijn solo-roeitocht van Australië naar Afrika. Gisteren had hij een bijna-aanvaring met een oceaantanker. Dat gebeurde zo'n 2000 kilometer ten westen van de Kokoseilanden in de Indische Oceaan. De golven waren zo hoog dat hij bijna werd verzwolgen door de zee en werd later opgepikt door een vrachtschip. Want hoe treffen die hem daar aan in wat minder gunstig weer bij een omgeslagen boot en hangend aan de zijkant van de boot in het water? Tuin heeft twee gekneusde ribben en een gebroken vinger en zijn boot is te zwaar beschadigd om de tocht af te maken. In Huizen is vannacht een auto volledig uitgebrand. De auto stond geparkeerd op de onderwei. De brandweer kon wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere auto's. De politie vermoedt dat het gaat om brandstichting. Huizen wordt al jaren geteisterd door autobranden. Vandaag wordt bekend welke straffen het Openbaar Ministerie eist voor het doodschoppen van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Zeven jonge voetballers en één vader van de Amsterdamse voetbalclub Nieuw Sloten staan terecht voor de dodelijke mishandeling. De rechtszaak gaat vandaag achter gesloten deuren verder, omdat de persoonlijke omstandigheden van de verdachte worden besproken. Later vandaag is de zitting weer openbaar, als het Openbaar Ministerie haar requisitoor houdt en de strafeisen bekendmaakt. Politieke partij Volendam 80 heeft vannacht de samenwerking met coalitiepartner PvdA opgezegd. De partijen hebben ruzie over de gebouwen van het Hoogheemraadschap aan de Schepenmakersdijk in Edam. Die gebouwen staan al 2 jaar leeg, nadat het Hoogheemraadschap naar Heerhugowaard is verhuisd.